Suriname Airways voerde vluchten naar Amsterdam middels een aangepast schema uit. Vlucht BY994 van gisteren is vandaag vertraagd met 24 uur en zal vandaag plaatsvinden. De vlucht BY993, die vandaag vanuit Amsterdam zal worden uitgevoerd, wordt verschoven naar maandag. Suriname Airways zegt dat de aanpassing van het schema noodzakelijk was vanwege een technische klacht op de Airbus A340-313. Aan deze klacht wordt gewerkt sinds het onderdeel gisteren uit Aruba is overgevlogen. President Santokki zal van 17 tot en met 19 oktober deelnemen aan de eerste Canada-CARICOM-staatshoofdenvergadering, welke plaatsvindt in Ottawa, Canada. De president zal in deze missie worden ondersteund door minister Albert Ramdien van Bibis en de CARICOM-ambassadeur Charmé Koning Verander. De summit bestaat uit 4 sessies, waarbij sessie 1 zich richt op onder andere kwaliteitsbestendigheid en het bouwen van inclusieve en duurzame economieën. Het nieuwe gebouw van het ministerie van Volksgezondheid zal zorgen voor versterking van de gezondheidssector en verbetering van de levens van onze burgers. Dit zei president Chandrika Prasad Santokki gisteren tijdens de groundbreaking ceremonie voor de bouw van een geheel modern gebouw op het terrein aan de Rode Kruislaan 22. Het bouwproces begon middels het uitgraven van de fundering voor het nieuwe gebouw.